Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC. De afgelopen dagen zijn er verschillende scenario's de revue gepasseerd. Het was het gesprek van de week, HHC. Wat als die dat en wij dit? Ja, het is allemaal zo mooi, maar er is maar één devies. HHC moet gewoon winnen. Tegen een ploeg die nog vecht om de onderste plekken. En dus zal dat niet makkelijk zijn. Het eerste schot is er dan ook van FC Lisse. HHC moet natuurlijk die laatste wedstrijd tegen Katwijk. En wetende dat de Excelsior Maassluis tegen Kozakkenboy speelt. Dat ook nog meedoet om de titel. Was het een ontzettend interessante voetbalmiddag. En hier is de eerste goal. De goal van Lisse. En dat is een scenario dat maar weinig besproken werd de afgelopen dagen in Hardenberg. Want het ging er met name over dat HHC vroeg op voorsprong zou komen. Lisse wel even zou verslaan. Maar voorlopig kijkt het tegen een 1-0 achterstand aan. En staat Lisse dus voor. En dus moet HHC nog harder aan de bak. Eerste half uur was niet goed. De tempo was te laag. En eigenlijk kon je er ook niet zo heel veel van zeggen. Dennis Kroonen achter de bal voor de vrije trap. Hij kan dat. Dat hebben we bijvoorbeeld tegen NEC gezien. Maar deze bal is te makkelijk voor Mark de Vries. Uitstekende doelman van FC Lisse. Dat er hier ook uit probeert te komen. En dat lukt zo waar ook. Via Rick Vermeulen die de voorzet kan geven. En hier hoeft Danes niet voor in actie te komen. Warme omstandigheden op Sportpark de Boshoek. Veel toeschouwers, veel sfeeracties. Want zoals gezegd, het was niet het gesprek van de dag, het was het gesprek van de week. Maar dan moet er nu wel heel snel ingegrepen worden. En Sander Danes die doet dat. Omdat Sabaf het gewoon niet kan belopen. Sander Danes, de held van Hardenberg, houdt HHC in leven. Grote kans. Aan de andere kant HHC dan. Koos Werkman. En daar de gelijkmaker. Wat een ontzettend belangrijk moment. 9 minuten voor rust. Is het dan raak. Aanval opgezet door Van Hezel. Die Werkman vindt. En dan de goede loopactie van Rob van der Leij en die kopt de gelijkmaker binnen. 1-1. En dus kan alles nog. Nou, vlak voor rust is het 1-2. Onvoorstelbaar, wat geeft de HHC het dan toch weer makkelijk weg. In de herhaling zien we dat opnieuw. Het is ook een beetje mazzel, de bal wordt in eerste instantie ingekopt en ja, dan is het een koud kunstje. En dus 1-2. Kan HHC dan in de blessuretijd van de eerste helft nog iets forceren? Hier kan Van der Leij net niet bij en ook niet in tweede instantie. Dan moet het dus maar in de tweede helft gebeuren. HHC heeft de afgelopen weken onvoorstelbaar veel geluk gehad. Wat te denken van 2 eigen goals in Sneek. In de thuiswedstrijd tegen Barendrecht werd natuurlijk eigenlijk ook volkomen onverdiend gewonnen. Terwijl HC hier ontsnapt aan de 1-3. Maar ja, aan de andere kant, HC heeft ook wel pech gehad. Neem die wedstrijd tegen Katwijk. Nou, we willen het er bijna niet meer over hebben. Gaat het dan toch nog gebeuren? Wat een kansen krijgt de HHC. Dennis Kroonen neemt de corner. En die corner gaat
aan alles en iedereen voorbij. Jan Hoijveld is dan in de ploeg gekomen. Voor Mark Veldmaten. En dan wellicht nu alsnog de kans voor Sabaf. Net naast. Koos Werkman wordt in beeld gebracht, maar het was Hamid Sabaf. Kronen. Met de voorzet. En een hele goede kopbal. Een onvoorstelbaar goede kopbal. Maar een nog mooiere redding van Mark de Vries. Wat een geweldige doelman heeft FC Lisse toch. Gerson Klok. Van Hezel. Krijgt de vrije trap mee. Dennis Kronen en Koos Werkman overleggen. Ga jij het doen? Ga ik het doen? Leg ik hem even eerst een tikje voor. Nee, Kronen zegt ik doe het en hij doet het goed. Hij schiet hem erin. 8 minuten voor tijd is het 2-2. En heeft HSC dus nog alle kans op de overwinning. Wat een fantastische bal van Dennis Kronen. Precies langs de muur en Mark de Vries kansloos. En dan heeft HSC nog 7 minuten en een beetje, want er was ook een drinkpauze geweest in verband met de warme omstandigheden. Om op voorsprong te komen. Dat wat het de hele wedstrijd nog niet is gelukt. Die bal gaat over alles en iedereen heen. En dan kan Rob van der Leijden eruit. Maar de hoek is moeilijk. De hoek is moeilijk. En dat redt van der Leijden dus ook niet. Hij schiet de bal op de N34. En daar moet hij niet in. Hij moet in het doel. En dan gaat HSC nog alles aan proberen te doen. 5 minuten komen erbij. De allerlaatste kans. Wetende ook dat Kozakken Boys en Excelsior gelijk gespeeld hebben. Maar Werkman schiet voorlangs. En dus heeft HSC nog altijd kans op de titel. Een hele kleine kans. Er moet een klein wonder gebeuren. Maar het kan nog altijd. Het heeft het alleen niet in eigen hand. En zo ziet dat eruit. Gerson Klok baalt als een stekker. 2-2. Volgende week uit Katwijk. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Samen maken we HHC.